Het is een tittenlied. Laat je titten zien. Zijn jullie er klaar voor? Nee, ik denk het niet. Nee, ik denk het niet. Zijn jullie er klaar voor? Nee, ik denk het niet. Nee, ik denk het niet. Hallo. Hallo. Daar ben je dan. Ja. Jij wil beroemd worden. Ja, dat lijkt me heel erg leuk. Ja, je hebt je zeker. Opgegeven. Ik doe er alles voor, ja. Ongeveer. Dus, ja. Je hebt je opgegeven dus voor het programma om beroemd te worden? Ja, ik geef me letterlijk en figuurlijk bloot. Leuk, we hebben al wat dingen van je gezien. Ja. Die gaan we nu even bekijken. Het heet, wat is het heet? Waar zijn alle flessen heen? De queen is in de building, alle mannen om me heen. We hebben flessen, heel veel flessen. Nou ja, je bent dus al wel lekker bezig geweest. Ja, ik heb een aantal videoclips opgenomen en een aantal raps. Ja, dat is nu ongeveer de vierde komt eraan. Ja. Kunnen we anders even binnenkomen? Ja, natuurlijk. Top. Ik wil beroemd worden om de fame, de roem, alle ogen die naar me kijken. En dan denken mensen, ja, maar wat is er nou zo leuk aan? Ja, ik vind dat gewoon heel erg leuk. Maar ik vind het zelfs ook wel leuk als mensen haat hebben. Dat maakt me ook niet zo heel veel uit. Nee, want daarover gesproken, ik bedoel, we hebben natuurlijk eventjes een beetje gekeken en er zijn ook heel veel negatieve reacties. Ja. Hoe ga je daarmee om? Nou, ik moet zeggen, ik word soms wel eens echt wakker, echt helemaal van, wat ben ik aan het doen allemaal? Ik schaam me heel erg. Maar aan de loop van de dag, dan ga ik gewoon weer mijn ding doen. En dan doe ik gewoon weer alles hoe ik het doe, gewoon. Kijk. Dit is wel alvast een voorproefje. Oké, nou, doe jij je ding. Nee, ik ga niet mijn ding doen, maar dit is in ieder geval dat ze me wat kunnen zien. Weet je wat het is? Maar nee, ik weet het niet. Oh, je weet het nog niet? Nee, ik heb geen idee. En als ik dit laat zien? Fuck me. Ja, die plak ik dan gewoon zo op, toch? Kunnen we dat even zien dan ook? Nee, niet nu. Nu weer keg. Hou je grote bek. Ik zet je op je plek. Jullie zijn degene die hun pik overal insteken. En vervolgens ons hart te breken. Je bent een keg. Je bent een keg. Ik had een soort van diss track gedaan over scheid aan mijn ex. En waar zijn al die kegs? Oh, ik vind het wel heftige tekst allemaal eigenlijk. Ja, ik hoor keg en hou je bek. En pik ergens insteken. Klopt. Ik vind dat wel schokkend. Het is echt, mensen, hier spreekt Iris Queen. Ik heb dit meer dan genoeg in mijn leven gezien. En ik weet, niet alle mannen zijn zo. Hé, wat is een keg? Ja. Dat is ook een woord voor slet en hoer. En wie is in dit geval dan de slet of hoer? Jullie mannen zijn kegs, omdat, weet je, omdat ze ons alleen laten met kinderen, dat soort dingen. Serieus, ik mag hopen van niet. Je zoekt toch zelf mensen op die keg zeggen, zegt meer over jou dan over hun. Voor de rest ben je gewoon een aandachtshoer. Ja. hangt iets Smurfin. Eerste video, maanden mee bezig. Ik mag toch godverdomme hopen dat ik nooit meer naar deze stront hoef te kijken. En waarom realiseer je niet na 10 minuten ermee bezig te zijn geweest dat je moet stoppen? Ja, dan moet je niet meer kijken. Maar ik zorg toch wel dat ik op je beeldscherm weer kom, hoor. Let maar op. Oh, wacht even. Dit is een camsletje. Oh, en dan taggen ze mijn OnlyFans-account. Oh, je hebt dan ook een OnlyFans-account? Ja. Oh. En wat voor content moeten we dan een beetje aan denken? maar dit, dat OnlyFans-account, daar moeten mensen betalen om dat te kunnen zien, toch? Ja. Dus het is een beetje om bij te verdienen ook. Jawel. En loopt dat goed? Ik heb hem nu staan op 22,50 voor 3 maanden. Dat is dollar. Dus, En hoeveel betalende fans heb je? Op het moment niet zoveel. 14. Maar toch leuk extraatje. Ja, soms wel. Maar ik heb een uitkering, dus ik moet het weer terugbetalen. Twijfel je wel eens eraan of het misschien niet gaat lukken? Nee, it's do or it's I don't. Wat? Wacht even. Don't have
plan B is do or die of zoiets. Dat. Laat je titel zien. Zijn jullie er klaar voor? Nee, ik denk het niet. Nee, ik denk het niet. Nee, 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 nee. Dit is het titellied. Ik ben vooral benieuwd waar je de inspiratie vandaan haalde voor dit liedje. Toch wel omdat de aandacht heel veel daar naartoe gaat. En ja, ik zoek dan toch die aandacht op. Of nou ja, niet per se die aandacht. Maar ik wil wel dat veel views komen. Dus ik dacht, als ik nu nog met een grappig lied kom, want dit is een beetje grappig. En daarna kan ik misschien echt mooie liedjes laten uitkomen. Ja, dit is mijn eerste optreden op straat zo, ja. Vind je het spannend? Ja, ik vind het wel spannend. Wat verwacht je er een beetje van? Want ja, mensen lopen hier lekker te winkelen en dan ga jij optreden. Ja, ik verwacht eigenlijk dat ze zo langslopen. Misschien blijven we wel kressen. Kom maar op. Gaat goed? Ja, ik hoor niks. Hou anders bij je oor. Ja, 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 het gaat nu lekker. Alles kan en alles mag. Iris Quinn is in je bar en ik maak iedereen verslag. Het is wat ik kies. Het is wat ik kies. Ik ben gewoon de bom, maar aan het lachen lig ik erom. Hallo? Hoi. Ik sta even op te treden in een winkelcentrum, dus ik heb niet zoveel tijd. Harde lessen, misschien blijven we wel kressen. Kom maar op met al die flessen. Ja, toen was ik nog maar 16 jaar. En had ik nog niks voor elkaar. Nu besef ik dat het beter hoort. Maar de wereld is gestoord. Ik heb meegemaakt dat alles heeft me best geraakt. Ik was altijd verlegen, dus dit valt mensen echt tegen. Heel veel drank elke dag, omdat het allemaal wel mag. Helemaal verdoofd en het stijgt naar mijn hoofd. Ja, toen was ik nog maar 16 jaar. En had ik nog niks voor elkaar. Hallo! Beter wordt, maar de wereld is gestoord. Wat je doet als meneer, je 16 ervan? Bent. Vindt u ervan? Ding, maar trap niet in. Elke gekke vent ja, is sterk. Maar doe mij niet altijd na. Ziet er goed uit in ieder geval. En luister altijd voor je na. Ziet er goed uit. Word je gepest. Dit is het titellied. Laat je titel zien. Zijn jullie er klaar voor? Nee, ik denk het niet. Nee, 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 ik denk het niet. Zijn jullie er klaar voor? Nee, ik denk het niet. Nee, 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 ik denk het niet. Kijk, dat maakt me dus helemaal niks uit. Ik vind het echt leuk. Ja, hè? Ja. Flessen, heel veel flessen. Denk er niet aan harde lessen. Misschien blijven we wel kressen. Kom maar op met al die flessen. Vincent, vond je het ook leuk? Ja, dat denk ik wel, hè? Jij vond het leuk, toch? Ja, ik vond het heel leuk. Ik zit dan gelijk in mijn show. Ja. Zet je er helemaal in? Ja, dan word ik heel vrolijk. Dit is eigenlijk wat je elke dag zou willen doen? Ja, echt. Ja, dan ben ik elke dag vrolijk. Dat zou het zijn. Ben je tevreden? Jawel, ja. Mensen zag ik ook raar kijken en zo, maar ook echt positieve reacties. Dat ze gingen klappen en dat ze zeiden succes, goed bezig. Dus ja, die mensen vind ik ook wel heel leuk om dan te spreken tussendoor. Weet je, dat het niet alleen maar negatief is. Nee. Maar dat merk ik dus ook op bijvoorbeeld social media, dat je en positief en negatief. Want en ik heb fans erbij en ik heb ook negatief, maar die geef je ook heel veel aandacht, dus dan is het eigenlijk ook een soort van fan. Hi, bedankt voor het kijken allemaal. Jullie kunnen hier je reactie onder plaatsen. Ik hoop voor het beste. Nou ja, voeg me toe op Instagram irisqueen28 of je kan je abonneren op mijn YouTube kanaal en natuurlijk ook op Nieuw Nieuws. Doei!